Welkom allemaal. Welkom mensen hier in de zaal. Mensen hier thuis vanaf jullie beeldschermen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Over een minuutje of twee, denk ik, beginnen we echt. Ik weet niet of nog mensen binnenkomen in de Zoom. Die schuiven allemaal aan. Digitaal. Wat een wereld leven ook in. Dat het allemaal kan. Nou, in ieder geval welkom bij de campagne-aftrap van de afdeling Groningen. Ja, welkom dat jullie er allemaal zijn. Voor velen zijn die verkiezingen nog ver weg. Die denken daar nog helemaal niet aan, maar wij als SP'ers weten wel beter. Nog zo'n 6 weekjes zijn er te gaan en dan gaat iedereen naar de stembus. En in die tijd moet er nog een hoop gebeuren. Moet er nog naar zoveel mogelijk andere Groningers gaan om te vertellen waarom zij hun stem aan de SP moeten geven. Nou, waarom dat wij de beste keuze zijn. Nou, omdat er dan nog zoveel moet gebeuren, hebben we dus dit momentje voor jullie, de leden, aangezien jullie straks met ons de campagne moeten gaan dragen. We zijn niet met alleen maar leden. OogTV is er ook bij van de media, omdat wij af en toe nog wel een beetje nieuwswaardig zijn, gelukkig. Hartstikke fijn. Verder wordt deze bijeenkomst ook opgenomen, omdat, ja, wie weet komen er nog wat leuke momentjes uit. Die we nog kunnen delen op de sociale media. Dat zou hartstikke tof zijn. Maar dan weet u dat in ieder geval. Ja, dus heel erg fijn dat jullie allemaal zo bij zijn. Zo digitaal. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar bij mij komen die digitale bijeenkomsten wel enigszins de neus uit. Nou, ik hoop dat dat binnenkort niet meer nodig is. Maar voor nu dachten we, ja, neem het zeker voor het onzekere. We organiseren nog even digitaal. En we kunnen vast binnenkort weer elkaar in het echt zien. Daarom houden we het ook wat kort vandaag. Kunnen jullie snel weer verder met de zondagavond. Ja, voetbal kijken, serietje kijken, wandeling maken. Weet niet wat jullie allemaal doen op de zondag, maar ga er dan vooral weer verder. Ik denk dat we zo langzamerhand kunnen beginnen aan het programma. Onze campagne die we gaan voeren. Daar kan iedereen eigenlijk wel zijn steentje aan bijdragen. Er is ontzettend veel te doen, ontzettend veel leuke dingen ook, al zeg ik het zelf. Ja, mensen kunnen natuurlijk gaan folderen. We hebben een hele mooie verkiezingskrant die er helaas nog niet is. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet, die komt nog. En daar hebben we heel hard onze best gedaan. Die kunt u rond gaan brengen. Ik ga zelf ook in één keer een paar straatjes doen. Het is ontzettend simpel. Je zet een muziekje op, je doet een paar straten en je hebt een heerlijke wandeling opzitten. In de coronatijd zijn we daar al gewend aan geraakt, aan dat wandelen. Dus ik zou zeggen, doe vooral een paar straten, is hartstikke leuk. En zo draag je ook je steentje bij. Hartstikke goed zou dat zijn. Verder gaan we ook huis aan huis weer, zoals iedere keer. Maar deze keer met een paar buurtbijeenkomsten. Daar ga ik het zo nog mee hebben over Jimmy. Met Jimmy over hebben. En dit wordt ook ontzettend leuk. Dat kan ik jullie nu alvast vertellen. Verder weet ik niet of Pepijn er al in zit. Nee. Nou, dan gaan we eerst even naar het bellen. Dat doen we ook, natuurlijk. We moeten alle leden bereiken, alle sympathisanten, al onze contacten moeten eigenlijk een keer gebeld zijn. En daarom is het ook ontzettend belangrijk dat we daar snel mee aan de slag. Daar zijn we al mee begonnen zelfs. Als je dus liever niet uit huis wil, maar toch iets wil bijdragen aan deze campagne, kan je natuurlijk ook altijd nog gewoon lekker gaan bellen. Daar kan ik het heel lang over gaan hebben, maar volgens mij weet Jolanda daar veel meer van. Zij is al een echte belveteraan, zou ik kunnen zeggen. Doet dit al vele jaren, zowel lokaal als landelijk. Als je hierbij bent, dan is de kans groot dat je al een keer ooit gebeld bent door Jolanda. Daarom kan zij er veel meer over vertellen. Jolanda, zij is nog niet te zien. Ja, goedemiddag. Al wel te horen in ieder geval. Nou, mooi. Jolanda, daar ben je. Ja. Hartstikke nou, goedemiddag welkom. Fijn. Allemaal. Ja. Jij ook goedemiddag, Jolanda. Hartstikke leuk dat je er bent. Jolanda, dat bellen. Ja. Ja, kan je even heel kort vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Nou, wij werken met een belscript en met leden natuurlijk van de SP.
En als er acties zijn, of zoals nu, richting de gemeenteraadsverkiezingen, om toch onze leden naar de stembus te krijgen, dan gaan we heel actief en veel bellen. En dat is hartstikke leuk werk. En dat kun je gewoon vanuit je huis doen, met een mobiele telefoon of een gewone telefoon. En je hebt een laptop nodig of een computer, een belscript. En ja, je kunt bellen wanneer je wilt. Kun je ze overdag niet, kun je s'avonds bellen. Kun je s'avonds niet, kun je overdag bellen. En al is het maar een uurtje, ja, dan zijn wij al heel blij. En wij hebben nu 5 zetels in de gemeenteraad. Maar we hebben de ervaring dat door het bellen, want we zijn belangrijk, kunnen we juist een zetel extra krijgen. Dus ja, elke vrije minuut die we maar hebben, ja, kun je mee gaan bellen. Ja, dat klinkt hartstikke goed, Jolanda. Ja, volgens mij is het ook nog wel een idee om nog een keer wat gezamenlijke belmomenten te organiseren. Dan. Ik word er zelf in ieder geval heel enthousiast van. Dus, Wij zijn al begonnen, dus bij mij is de spanning er al af, moet ik zeggen nu. Ja. Hartstikke goed, hartstikke goed. Nou, fijn dat je dat even wou delen, Jolanda. Hartstikke leuk. Mag ik nog één ding zeggen? Oh, natuurlijk, Jolanda. Ja, want als er nu leden hier in de Zoomroom zijn en die denken van, goh, eigenlijk heb ik wel een uurtje over, maar ik weet niet hoe ik moet beginnen. Nou, laten ze even contact met mij opnemen en dan neem ik weer contact met hun op, zodat ik ze wegwijs kan maken. Ja, hartstikke goed idee. Goed dat je het zegt inderdaad, Jolanda. Mocht je nou al deze dingen horen en denken, goh, wat tof, daar wil ik ook wel iets aan bijdragen. Laat het vooral even achter in de chat. Dan kan iedereen het ook zien dat je iets wil doen. Of je kan het ook even richten aan de host, dan zien wij het, komt het ook allemaal binnen. Dat zou hartstikke goed zijn. Ik weet niet of we nu Pepijn al hebben voor het posteren. Oké. Het idee is in ieder geval dat er we ook nog live naar het posteren gaan. We moeten natuurlijk een hele hoop ook weer posters gaan plakken. Want ja, hoe meer de SP zichtbaar is, hoe beter dat is. In ieder geval uit onderzoeken gebleken volgens mij dat hoe vaker je iets ziet, hoe groter de kans dat je er positief tegenover staat. Dus wij moeten als SP ook lekker dat straatbeeld gaan bepalen. Wij moeten hartstikke zichtbaar zijn. En daarom hebben we Tirsa en Pepijn live op pad gestuurd om te gaan posteren. Alleen in de regen zelfs. Ja, nou ja, maar die zijn er nog niet. Die komen er zo hopelijk nog in. Altijd het probleem als je live gaat. Dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Maar laten we dan eerst even naar Jimmy gaan, inderdaad. Die kan namelijk ook iets meer vertellen over de precieze strategie van de campagne, onze boodschap, de buurtbijeenkomsten, wat nou echt de belangrijkste dingen zijn. Goeiedag, Hans. Goeiedag, Jimmy. En goedemiddag allemaal. Fijne zondag. Leuk dat jullie om 16:30 nog een beetje tijd hebben om aan de SP te bespelen, want moet een boel gebeuren. Ja, zeker. Ja, zoals de mail al zei, tussen de voetbal door. Ik weet niet of jij er nog een beetje van baalt, Jimmy. Nee hoor, ik heb Feyenoord zien winnen en ik heb FC Groningen net op 2-1 zien staan. Dus goedemiddag is het voor mij. Helemaal top. Nou, goed om te horen. Hey Jimmy, we hebben het al een keer eerder gehad ook over met de leden. Bij de ledenvergadering natuurlijk en ook al andere momenten over onze boodschap. Wat gaan we nou echt meegeven aan de mensen in Groningen deze verkiezingen? En ja, om de geheugens een beetje op te frissen, wat is die boodschap nou? Ja, ik heb dat volgens mij vorige keer bij de ledenvergadering inderdaad ook al verteld. Maar ik zal het nog een keer. Wat wij hebben gemerkt de afgelopen jaren is dat wij op ontzettend veel plekken actief zijn als SP in Groningen. Eigenlijk zijn wij de enige partij die met goed fatsoen kunnen zeggen, wie stond er nou bij jou in de straat de afgelopen jaren toen er iets aan de hand was? Wie stond er bij jou in de woonkamer toen je hulp nodig had om ervoor te zorgen dat je schimmelwoningen opgeknapt werden? Nou, noem maar op, heel veel van dat soort dingen. Wie waren er als eerste bij toen huisjesmelkers aangepakt moesten worden? Wie was er als allereerste om te waarschuwen dat de marktwerking in de zorg voor ellende zou zorgen? Hebben we de afgelopen week ook weer gezien bij Martini Zorg bijvoorbeeld. Welke partij staat er dan de volgende dag
met een taart bij het personeel van een failliet bedrijf, waarvan het personeel wel doorwerkt, omdat ze vinden dat die cliënten zorg nodig hebben. Ja, dat zijn wij. En wij zijn niet een soort verzamelbak van standpunten, want wij hebben de beste analyse en de beste standpunten, maar wij zijn ook potverdorie die partij, niet D66, niet GroenLinks, niet de PVV, niet Forum voor Democratie. Nee, wij zijn die partij die bij jou aan de deur staat als je ons nodig hebt. Dan helpen we je erbij en dan zorgen we ervoor dat mensen zelf verandering kunnen brengen in hun leefwerk en woonomgeving. En dat is de centrale boodschap. Wij zijn die partij die als je ze nodig hebt, er voor je zijn en met jou de strijd aangaan. En daarom is onze leus ook strijd mee. Want ik hou heel erg van verkiezingen winnen. Ik heb het een paar keer gedaan. Ik weet ook wat het is om verkiezingen te verliezen. Dat weten we helaas als SP'ers allemaal van de afgelopen jaren. Maar wat ik echt wel het belangrijkste is, ook tijdens een verkiezing, is dat wij ook als afdeling daar sterker uitkomen. En dat we nog meer mensen aan ons weten te binden. En dan ben ik ervan overtuigd dat we van 5 naar 6 zetels kunnen gaan deze verkiezingen. Maar ook dat we als afdeling, als partij, veel sterker uit deze verkiezingen komen. Dus ja, daarom is de leus ook strijd mee. Ja, volgens mij een mooie leus waar heel veel SP'ers in ieder geval zich in herkennen. En volgens mij ook een hele hoop mensen hier in de stad met wie wij de afgelopen jaren hebben gestreden al. Hartstikke, hartstikke mooi. Zo'n boodschap is natuurlijk goed. Wat gaan we daar nou precies mee doen eigenlijk? Jij zei net al, Hans, dat we buurtbijeenkomsten gaan organiseren. Voor degenen die in 2018 met onze campagne hebben gevoerd, die kunnen zich nog wel herinneren dat we grote buurtbijeenkomsten hadden in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. De eerste waren met 30 bewoners, de tweede was met 50 bewoners en de laatste bijeenkomst in Paddepoel waren er 110 mensen. We hebben met het campagneteam hebben bedacht dat die 3 bijeenkomsten heel goed waren. Maar dat we meer kunnen en dat we ook meer moeten doen. Want onze grootste vijand vorige verkiezing was de lage opkomst. Met name in de noordelijke wijk, het noordelijke deel van de stad. Daar waar wij de hoogste percentages gaan halen. Dus we hebben met het campagneteam bedacht, die 3 bijeenkomsten vorige keer waren goed. Dat heeft ons 5 zetels opgeleverd. En we gaan er nu 15 doen. Dus we gaan nu minimaal 15 bijeenkomsten doen op verschillende plekken in de stad, maar ook in de dorpen. Dus bijvoorbeeld ook in Ten Boer. Die 15 bijeenkomsten gaan wij samen organiseren met de mensen die met ons in hun buurt, in hun straat, in hun wijk, in hun dorp voor verbeteringen hebben gezorgd. En op die manier willen we hen ook onderdeel maken van onze campagne. En ben ik ervan overtuigd dat ten opzichte van 2018, waar de opkomst 44% was, en in veel van de buurten waar wij de grootste zijn, slechts 20% of 30% naar het stembus gaat. Ik ben ervan overtuigd dat wij deze bijeenkomsten goed organiseren. En we zorgen ervoor dat veel mensen daarbij aanwezig zijn. En dat die mensen ook met ons die campagne gaan voeren. Dan ben ik ervan overtuigd dat we een heel goed resultaat kunnen neerzetten. En veel meer mensen aan onze partij kunnen binden. Volgens mij is dat een hartstikke, hartstikke goed idee. Maar ik me daar nog wel afvroeg. Valt er dan in die buurt nog veel te winnen? Want de mensen met wie die ons al kennen, met wie we al acties hebben gevoerd, die gaan toch wel op ons stemmen, neem ik aan. Wat je heel vaak ziet, is dat heel veel mensen die de SP een warm hart toedragen, dat die of op de SP stemmen, of niet gaan stemmen. En ik hoef niemand hier in deze Zoom, niemand hier in deze zaal uit te leggen dat het vertrouwen in politiek bar laag is. Daar hebben mensen ook alle reden toe. En daar moeten wij moeten dat cynisme moeten wij bestrijden en ervoor zorgen dat mensen de hoop hebben dat het ook echt beter kan, dat het ook echt beter wordt. Ja, en daarom organiseren we die bijeenkomst, om met mensen duidelijk te maken dat ook zij in de benen moeten komen. Dat 1, wij het niet voor hun alleen maar kunnen doen, maar dat het echt wel helpt dat als wij dit soort buurtacties met hen voeren, dat je een sterke SP in de gemeenteraad hebt die zo groot mogelijk is. En dat je daarmee ook echt verandering kunt brengen. Volgens mij is dat een hartstikke goed idee. Mensen gaan dus eigenlijk voor ons campagne voeren. Dat klinkt mooi. Ondertussen zie ik dat Pepijn en Tirza in de Zoom zitten. Oh, zijn nog bezig met het geluid. Mute. Ja, we zijn mute. Yes. Helemaal goed. Hartstikke welkom Pepijn en Tirza, zo live in de Zoom met ons. Hartstikke... Hallo. Goeiedag. Ja. Hoe is het weer daar? Vind ik een ontzettend mooie en leuke manier om een steentje bij te dragen. En normaal gesproken kun je het weer een beetje kiezen, maar helaas hebben we die luxe vandaag niet.
Ah, het ziet er wel goed uit. Ja. Dankjewel, yes. Maak de stad rood, hè? Ja. Even voor iedereen in de Zoom. Dit zijn dus de eerste posters die worden geplakt van de SP in de gemeente Groningen. Dus, ja. Dus nu echt begonnen. Fijne manier om de boodschap over te krijgen. Ja, dus ja gewoon lekker even een rondje lopen. Mensen dit leuk zullen vinden. Hartstikke goed. Ziet er goed uit, Teerza Pepijn. Ja, hartstikke leuk. Volgens mij lekker rondje lopen. Frisse lucht. Ik hoor alleen niet. Ik hoor alleen heel slecht. Zij horen ons ontzettend slecht. Oh, helaas. Maar volgens mij, het is duidelijk. Pepijn en Teerza, hartstikke goed even gedaan. Duimpje op, ja, dat komt goed. Even zwaaien. Nee, bedankt. Hartstikke goed gedaan. Heerlijk, ja. Nou, Hans, dat was even snel goed tussendoor. Waar waren ja, hartstikke tof. Ja, nee, toch mooi dat we dat zo live kunnen doen. Hè? Ja, dat is zeker. Een van de voordelen van die hele corona-tijd. Maar goed, mensen gaan dus samen met ons die campagne voeren. Dat is, ja, en ik had daar een paar, paar voorbeeldjes van. Zal ik even, zodat mensen een beetje een idee krijgen met waar het om gaat. Ik weet niet, als jullie achter mij op het scherm kunnen zien. Ik weet niet of het de meest scherpe foto's zijn van de eeuw. Maar ik zal het even een klein beetje uitleggen. Dit was ongeveer een jaar geleden, tijdens de Tweede Kamerverkiezing de vorige keer. Toen namen huurders uit Vinkhuizen, de Radiumstraat, namen contact met ons op. Omdat hun woningen toch ze enorme energierekeningen hadden. Hun kinderen ziek werden van schimmelslaapkamers. Lianne Tap, die nam contact met mij op en die vroeg, kunnen jullie ons helpen? Want ik heb gezien dat jullie, want ze had gezien dat wij op andere plekken in Groningen dat ook deden. En toen was het corona, dus was lastig om bij elkaar te komen. En ik weet niet hoe goed jullie het op de foto zien, maar dit was het Witte Lakenprotest. En alle huurders hadden hier witte lakens uit hun raam gehangen als vorm van protest. Dat zij ontzettend veel last hadden van de schimmel in hun woningen. En het is ons in die tijd ook gelukt. Uiteindelijk zijn we wel met de huurders bij de woningbouwcorporatie geweest. Zijn we wel bij NIJST geweest. De woningen die worden gerenoveerd. Ze worden helemaal geïsoleerd aan de binnenkant. Waardoor hun woonlasten ook een stuk lager gaan worden. En als het goed is, is er nog een foto van deze buurt. Want in de slipstream van die actie, en dat vind ik wel mooi, want dan zie je dus wat er gebeurt als je met bewoners in een wijk iets aanpakt. Toen ze hadden gewonnen, zeiden ze, maar onze speeltuin is kapot. En jullie zien hier een foto van een speeltuin die nu net aangelegd wordt. Ik zit in heel veel appgroepjes met bewoners in Groningen. Dat zijn de allerleukste appgroepjes. En daar worden dit soort foto's dan gedeeld van een nieuwe speeltuin die aangelegd wordt. En waar mensen dus, zoals Lianne Tap, super trots op zijn. En ik ga even ook nog zeggen wat Lianne voor werk doet. Zij is verpleegkundige. En ik kom daar zo meteen nog even op terug waarom dat een belangrijk detail is. In de volgende foto. De volgende foto zien jullie de schoonmakers. De schoonmakers in Groningen die al jarenlang actie voeren voor betere lonen, vast werk en meer waardering en respect. En ik zie net ook dat iemand binnenkomt lopen die ook schoonmaakster is en bij ons op de lijst staat. Monika. En met Monika ken ik dus ook al veel langer dan vandaag. En dat is ook een van die mensen die ook een cruciaal beroep doet. Net als Lianne Tap, verpleegkundige. Is Monika schoonmaakster. En met hen hebben we de strijd gevoerd voor goed vast werk. En is het ons gelukt om de gemeentelijke schoonmakers, vanaf 1 januari komen zij in dienst bij de gemeente Groningen. En dat is een manier, en dan wil ik ook graag naar de volgende foto. Dat is een manier ook om mensen aan ons te binden, maar ook om ons eigen netwerk, zeg maar buiten de SP, veel groter te maken. Want wat heeft ervoor gezorgd dat Monika, die net binnenkomt en achter ons is gaan zitten, heeft ervoor gezorgd dat wij ook met hen, met een bus, naar de dag van de onmisbare gingen in Rotterdam. En dan zien jullie allemaal mensen, jullie zien er ook Victor Scheffer op staan, asbestsaneerder, asbestverwijder, lid van ons, in Leeuwenborg, actief. En met Victor zijn we ook de buurt ingegaan om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat mensen die een kleine koopwoning hebben, dat zij hun energierekeningen niet kunnen betalen. En dat zij willen dat, dat zij maatregelen kunnen nemen om een woning te isoleren. En dan is het ons gelukt om met ons raadslid Daan Brandenburg daar acties en alternatieven voor te voeren. En in de gemeenteraad dat het ook mogelijk wordt voor mensen met een koopwoning en geen duizenden euro's op de bank om hun woningen te gaan isoleren. En
Jullie horen het allemaal aan me. Ik heb Monica genoemd, cruciaal beroep als schoonmaakster. Ik heb Lianne genoemd, cruciaal beroep als schoonmaakster. Victor, asbestsaneerder in de bouw, is altijd doorwezen werken tijdens de coronaperiode. Het zorgt ervoor dat deze mensen, deze leden van ons, weten wat er in de buurt en in de wijken speelt. En dat wij daar ook vol op kunnen inspringen als daar een probleem is. En zo ga ik nog een paar voorbeelden noemen. Kijken naar de volgende foto. Ja, hier zien we onze ASA, die kent haar niet. Jullie zien haar volgens mij ook in het scherm. Ze zit achter mij. Toen wethouder Dix, mijn allerbeste vriendin in deze gemeente de vriendin Groningen. Vriendin van velen, volgens mij. Ja. Maar dat is even een detail. Maar toen wethouder Dix van GroenLinks armoedebeleid de speelgoed- en kledingbonnen afschafte voor kinderen die uit arme gezinnen komen, zodat ze in ieder geval één keer in het jaar speelgoed of kleding konden kopen. Dat is rond december, toch? Ja. Even een kleinigheidje. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is rond december inderdaad. Ja, toen zij die kledingbonnen afschaften, toen zijn wij gaan rondvragen. Daar namen mensen contact met ons op. Maar ASA, die dus achter mij zit, die vrijwilliger is bij het wijteam in Vinkhuizen, die had zo'n lijst met 30 telefoonnummers van ouders die boos waren omdat die kledingbonnen afgeschaft werden. En dat zorgt ervoor, mensen zoals ASA zorgen ervoor dat wij weten wat er in de buurt en in de wijken spelen. En dan kunnen wij daar zelf naartoe op pad. Ja, en dat is voor ons cruciaal, maar die mensen zijn in de samenleving ook cruciaal. En wij gaan die mensen op een schild hijsen de komende campagne. Dat weet ASA nog niet, maar dat gaat allemaal echt gebeuren. Moet je kijken wat voor bijna brullende leeuw daar op het scherm staat tegenover een hoog elitaire wethouder van GroenLinks. Ik ben er apen trots op en die speelgoedbonnen en kledingbonnen die komen absoluut terug. Want als jullie een klein beetje de pers en de media hebben gevolgd de afgelopen weken, dan staat wethouder Dix in haar allerlaatste maand als wethouder van GroenLinks ontzettend onder druk. Maar ik zal jullie beloven, die vrouw komt nooit meer terug. Dan een ander punt, ook best wel schrijnend punt. In Ten Boer hebben wij met André Raspe, die, ik weet niet of die trouwens familie is van Jolanda Raspe, maar met André Raspe, die bij de Milieudienst werkt, stadsreiniging, die nam contact met ons op, omdat in zijn wijk, samen met Willy en nog heel veel andere bewoners, omdat in zijn wijk, in zijn buurt, in Ten Boer, de onvoldoende wisselwoningen waren voor mensen om naartoe te gaan en zijn woningen zouden worden gesloopt. Een hele wijk zou worden gesloopt en dat zou ook weer 2 jaar vertraging opleveren omdat er te weinig wisselwoningen waren. We hebben samen met Sandra, die ook in de Zoom zit en die jullie ook allemaal kennen, hebben wij een bijeenkomst georganiseerd in het buurthuis daar. En daar hebben wij bewoners het zelf laten doen. Dus wij waren er wel, maar we waren er echt om hen zelf te organiseren. En op de volgende foto zien jullie wat er dan gebeurt tijdens zo'n buurtbijeenkomst. Ik zie Sandra ook kijken, die kan dit moment ook nog wel herinneren. Je ziet hier, ik weet niet hoe goed jullie foto zien, maar je ziet hier een buurtcentrum, een dorpshuis, vol met mensen, vol met boze Groningers, die recht tegenover de wethouder, Roeland van der Schaaf en burgemeester Schuiling zitten. En die ieder woord wat zij zeggen, wat die burgemeester en de wethouder zegt, in twijfel trekken. En uiteindelijk is het hun gelukt om de burgemeester en de wethouder te laten zeggen dat ze binnen 2 weken met een oplossing kwamen. En die oplossing is niet zaligmakend, maar het heeft er wel toe geleid dat iedereen een wisselwoning krijgt en dat er geen vertraging meer zou komen in de sloop en nieuwbouw van hun woningen. En wederom zijn dit allemaal mensen geweest met wie wij de afgelopen tijd acties hebben gevoerd die succesvol waren. En waar wij de komende tijd ook een buurt- en wijkbijeenkomst gaan organiseren. En dan is er volgens mij nog 1 voorbeeld. Natuurlijk heb ik een foto van de fakkeltochten erbij gezet, omdat ik eigenlijk ook wel erg trots ben dat het ons samen met andere organisaties gelukt is om zoveel mensen op de been te krijgen om nog hoop bij Groningers te wekken dat het ook anders kan. Solidariteit onder Groningers. En volgens mij was iedereen bij deze fakkeltocht, als het niet digitaal was, dan fysiek. En ik wou toch deze foto eventjes laten zien, omdat ik het gewoon zelf een heel mooi moment vond. Dan een helemaal geen leuke foto daar meteen na. Een rat in een kooi. En ik denk dat dit ook een van de kernpunten van onze verkiezing moet worden. Niet deze rat, maar wel het verhaal wat daarbij hoort. Want deze rat, deze ratten, daar hebben mensen in Hoogkerk, in de Schoenenstraat, al 3 jaar last van. En als je naar de volgende foto kan.
Dan zien jullie hier zien jullie Cheyenne. Het is een meisje van 10 jaar. Die woont in Hoogkerk in een slaapkamer waar iedere nacht al 3 jaar lang ratten over het plafond lopen. En ik weet niet hoe het jullie zou vergaan als je moet slapen in zo'n slaapkamer. Of als je kind zou zijn. Ik heb nog geen kinderen, maar dit maakt mij van binnen echt pisslink. En ik zou me heel goed voorstellen dat je als ouder daar ook ontzettend boos van wordt. En Carola die nam contact met ons op. Dat is de moeder van Cheyenne. En die vroeg of wij hun konden helpen. En dat zijn we aan het doen. En we zijn met hun ook een buurtbijeenkomst gaan we organiseren. Ook met de partytent gaan we daarheen. Maar waarom vertel ik dit verhaal als laatste? Want ik vind dat cruciaal. In de noordelijke wijken gaan mensen veel minder naar de stembus. Op sommige plekken 20-30% slechts. In de zuidelijke wijken, ik woon zelf in Helpman. Daar gaat 80-90% van de mensen, als het niet 95% van de mensen is, die gaan naar de stembus. Die stemmen grosso modo op de VVD of op D66. Hier en daar een GroenLinks. Maar vind je het gek als mensen 3 jaar lang een strijd moeten voeren om ratten uit hun woning te krijgen? Vind je het dan gek dat als dat wordt aangekaart door ons in de gemeenteraad en een wethouder van GroenLinks na tussen kerst en oud en nieuw helemaal niets aan het probleem doet, een woningbouwcorporatie onder verantwoording van een wethouder van de PvdA helemaal niets doet? En dan een klein detail, aan de overkant van al die woningen met ratten, sorry dat ik het zo plat ga brengen, maar worden er woningen volgestopt met jonge mannen uit Eritrea die een verschrikkelijke overtocht hebben gemaakt van dit continent, die de taal niet spreken, die andere leefpatronen, leefritmes hebben dan de mensen die hun leven in Hoogkerk, die daar zijn geboren. En vind je het dan gek dat mensen vatbaar worden voor PVV of Forum voor Democratie? En dan zag ik ook nog afgelopen week dat de lijsttrekker van de PvdA zegt dat ze moeten ophouden, dat rechtse partijen moeten ophouden met schreeuwen. Weet je wat het is? Ik vind dat ook. Ik vind ook dat de PVV het zo klein mogelijk en weg moet worden gevaagd in Groningen. Ik vind dat ook. Ik wil ook niet dat Forum voor Democratie een partij wordt in Groningen. Maar ik wil ook niet dat linksige partijen, zoals de PvdA, D66 en GroenLinks, die de afgelopen jaren hier aan de macht zijn geweest in Groningen, die mensen in de handen van rechtse partijen drijven. Want dat is precies wat er gebeurt. Zij moeten de problemen in de noordelijke wijken gaan oplossen. Als zij dat niet doen, moeten ze aan de kant en moeten wij dat gaan overnemen als SP. Wij hebben die dure taak, die dure plicht om bij die mensen in de buurten en wijken te zijn waar het er echt om gaat, zodat ze geen ratten in hun woning hebben, dat ze 3 jaar eindelijk wel worden gehoord. En ik denk dat dat de kern van onze verkiezingsboodschap moet zijn. Dit is een lang verhaal, dat snap ik. Maar dat moet wel onze inzet zijn. En daarom zullen wij alle energie moeten gaan steken in de buurten en wijken waar mensen ons allerhardst nodig hebben. En kunnen we heel Groningen-Zuid, op de wei het na, echt laten voor wat het is. Ja. Ja, volgens mij is het niet per se echt... zeker, ja. Applaus. Hartstikke goed. Ja, volgens mij, als we het Zuiden niet doen, natuurlijk hebben we volgens mij ook nog genoeg andere momenten staan. Hebben we de komende weken echt wel volgepland met allemaal ontzettend mooie, inspirerende en helaas ook hard nodige bijeenkomsten. En waar we hopelijk dan die strijd die we op zoveel plekken al begonnen zijn, kunnen voortzetten. En hopelijk na 16 maart ook met een hele mooie grote fractie in de gemeenteraad. Maar als ik dit zo allemaal hoor, en ik begin het ook een beetje te voelen nu, dan moet het hartstikke goed komen. En 15 bijeenkomsten dus. Dat betekent dat er niet echt een... er zijn heel weinig excuses om niet te komen, denk ik. In ieder geval niet dat je niet kan. Want volgens mij moet wel een moment zijn waarop ook de mensen thuis en hier gewoon erbij kunnen zijn. Dus meld je vooral aan. Er komt nog een mail met alle data daarvan, precies. En ook nog even een kort overzichtje van bellen en dergelijke. Ik zou nog wel twee oproepen doen. Iedereen bij de SP is in meer of mindere mate actief. Of je nou net lid bent, of je bent voor je gevoel passief lid, of je vindt het te spannend om te bellen, of je wil niet een folder lopen door de straat. Maar eigenlijk is mijn eerste vraag aan iedereen die hier nu is, heel simpel, spreek je buren aan, spreek je familie aan, zorg ervoor dat ze naar stembus gaan en zorg ervoor dat ze op SP gaan stemmen. Laat zien wat wij doen. Al doe je het op Facebook, op Twitter, het zal maar een worst wezen, maar doe iets. Al is het heel klein. Maar wel via direct contact. Dus het liefst het directe contact met je buren, met je familie, je vrienden. Dat is één.
Dat is het minimale wat mensen volgens mij kunnen doen. En mijn tweede vraag is misschien nog wel iets belangrijker. Wij trappen onze verkiezingscampagne, die tour die we gaan doen door de stad. En dat beginnen we, daarom begon ik net ook heel vaak over allemaal mensen die cruciale beroepen doen. En dat beginnen we volgende week zaterdag om 3:00 bij het UMCG. Omdat dat, ja, dat is misschien wel het summum van waar alle waar mensen met een cruciaal beroep werken. Dus daar trappen wij onze verkiezingscampagne af. En er is nogal veel aan gelegen dat daar zoveel mogelijk mensen zijn. Alle namen die ik net noemde die een cruciaal beroep hebben, zullen daar zijn. Dan hebben we een leuk kort programma en gaan we daarna ook of de buurt in. Het is dicht bij de Oosterparkwijk, dus die kans is vrij groot dat we dan die buurt ingaan. Maar in ieder geval trappen we daar onze verkiezingscampagne officieel af. Fysiek, buiten, met een partytent, koffie, soep, chocolademelk. Maar ik wil eigenlijk vragen dat iedereen die hier nu aanwezig is, er dan ook in ieder geval is. En de laatste zaterdag voor de verkiezing. Dus als je twee data gewoon alvast in je agenda wil zetten, iedereen, dan is dat 12 februari om 3:00 en de laatste zaterdag 12 maart voor de verkiezing. Nou, bij mij gaan die de agenda in ieder geval. Ik hoop ook bij jullie thuis. Ja, ik denk volgens mij hebben we dan... Ja, helemaal goed. Goed om te horen. Volgens mij hebben we dan de hele campagne ongeveer wel doorgelopen. Wat we gaan doen... weet iedereen dat thuis en hier ook weer, is iedereen op de hoogte. Hartstikke goed. Ja, Jimmy, heb jij misschien nog een paar afsluitende woorden? Ja, we hebben dus nog heel even tijd, hè? Ja. Ja, dat zie ik al. Want als jullie goed kijken, dan zien jullie achter mij een soort foto's in zwart-wit. Ja, dat wordt ook een middel in onze verkiezingscampagne. Ik had het net over die mensen die cruciale beroepen hebben of die met ons buurtacties hebben gevoerd. Daar nemen wij dit soort foto's van. Ik hoop dat jullie dat een klein beetje kunnen zien. Misschien moet Floor er anders gewoon even eentje aftrekken van de muur naar mij geven. Dan kan ik een beetje laten zien wat het hier is. Is het te zien of niet? Kan iemand zijn duim opsteken of het te zien is, die foto's achter? Ja, een beetje zo-zo. Ja, dankjewel, Floor. Nou, dit is Victor. Victor woont dus in Leeuwenborg. En wat we gaan doen, en Victor weet dat ondertussen ook, dus het scheelt. Maar we gaan dit soort foto's van al onze buurtactivisten en al onze mensen met cruciale beroepen gaan we maken. En die gaan we op muren en borden in de wijken spuiten met kalkverf. Maar ook op de folders gaan we dat doen, de uitnodigingsfolders. En op die manier willen we ook die mensen echt centraal zetten in onze verkiezingscampagne. Dus op die manier zijn we ook op straat heel zichtbaar. Ik wou dat toch nog eventjes laten zien, want ik vind dit soort foto's gewoon echt super gaaf als we die gaan gebruiken in de verkiezingscampagne. Ja, ik wil ook wel een hebben eigenlijk. Ja. Ja, en volgens mij ook hartstikke mooi dat we ook gewoon die buurtbewoners zo centraal stellen. Van wie neem je nou het snelste een advies aan waarop je het beste kan stemmen? Zo'n wij politici of gewoon echt iemand naast wie je iedere dag in de supermarkt staat. Dat is volgens mij hartstikke, hartstikke sterk. Zijn er nog mooi vragen voor ons? Ja. Toch zitten. Want hadden jullie ook beloofd hè, dat we het kort zouden houden. Het is slechts een half uurtje, dus het scheelt. Geen vragen? Nou, dan gaan wij hier gewoon inderdaad een kopje koffie drinken. Ja. Ik denk dat sommigen van een biertje zullen pakken. Maar... Ja, volgens mij heeft Asa nog een lekkere cake gemaakt. Asa heeft nog een cake gemaakt. Zie ik ook liggen. En nog meer. Staat jij de boel af? Goed, ja. Hartstikke goed, ja. Nou, we hebben ons aan de belofte gehouden. Het was een kort moment. Maar volgens mij wel een leuk en inspirerend moment. We weten nu allemaal hoe de campagne eruit gaat zien. Ongeveer hopelijk wat je kan doen. Laat dat vooral ook weten. Mail dan even naar groningen@sp.nl of laat het even in de chat achter waar je graag aan zou willen bijdragen. Neem ik voor nu even afscheid van jullie. Maar niet voor lang waarschijnlijk, want de komende week zullen we elkaar nog heel vaak tegenkomen, denk ik. Te beginnen op 12 februari om 3:00 bij het UMCG. Ik denk, ik haal het nog even een keer. Ja. Dan gaan we ook nog aan het einde van de campagne nog wat ja, doen, Ja, helemaal Jimmy? Aan het einde van de ja? campagne, de laatste zaterdag, dan verwacht ik ook iedereen oh, echt? Bij elkaar. Okay, ja. Nou. Hartstikke goed om te weten, volgens mij. Nee, dan in ieder geval op die momenten gaan we jullie tegenkomen, nog bij het bellen, posteren, weet ik veel wat. Ik ga op jullie letten of jullie er allemaal zijn. En dan wens ik jullie voor nu in ieder geval nog een hele fijne zondagavond. En tot heel snel. Doei.